Welkom terug, dames en heren. En dan is het nu tijd geworden voor de tweede presentatie van vanavond. Ook onze volgende spreker is behoorlijk sportief. Hij voetbalt in hetzelfde team als Paul Brandt. Dat doen ze altijd op maandagavond. Dat is een vaste voetbalavondje. Maar daarnaast is hij ook nog behoorlijk muzikaal. Al vanaf zijn studententijd speelt hij gitaar in allerlei bandjes. En hij heeft thuis ook een indrukwekkende collectie gitaren. En u moet hem maar eens vragen naar de gitaar die gesigneerd is door Herman Brood. Mooi beschilderd. Daar is hij apen trots op. Ja, met zijn muzikale gehoor zit het dus wel goed. En het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Jurgen ter Rijt KNO-arts is geworden. Hij is dat al vanaf 1993. Zo lang werkt hij al in de Isola-klinieken en hij is gespecialiseerd in allergische neusklachten. Ja, met zijn band, heeft hij me verteld, staat hij met zijn gitaar graag een beetje achteraan. Niet zo in de spotlight. Nou ja. Vanavond moet hij er dus wel aan geloven, maar dat heeft hij er graag voor over. Want zijn onderwerp verdient alle aandacht. Dames en heren, uw warme applaus graag voor Jurgen ter Rijt. Goedenavond, dames en heren. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik geen jasje aan heb gedaan. Maar ik kan u verzekeren, het is erg warm daar. En volgens mij is het ook erg warm hier. Van harte welkom op dit tweede deel van de avond waarin we de allergie belichten. Speciaal welkom, Web. Heel goed dat je er bent. Ik wil het graag met u hebben over allergische rhinitis, over allergische neusklachten. En een van de dingen van allergische rhinitis is dat je kunt zeggen dat het ook op diverse manieren tot uiting kan komen. Patiënten kunnen zich presenteren met diverse klachten en soms komt er een verrassende wending als een patiëntje spreekuur bezocht. Zo had ik bijvoorbeeld een patiëntje een tijdje geleden, Sander. Sander is een jongetje van 11. En Sander bezocht mijn spreekuur in verband met klachten van de oren. Sander had vaak last van zijn oren. Hij voelde druk erop. Soms was het gehoor wat minder. En met gapen en slikken. En met kauwen, dan voelde hij iets knappen. En bij navraag of hij ook wel eens verkouden was, zei Sander, ja, dat ben ik wel. Dan vroegen we wat verder. Ik zeg, God Sander, wat heb je dan verder voor klachten? Nou ja, de neus zit ook wel eens verstopt en ik moet wel eens hoesten. Maar dat is allemaal niet zo erg. En moeder die erbij was, die beaamde dat. En toen vroeg ik, God, hebben jullie ook huisdieren? Ja, zei Sander, die hebben we wel. Moeder nam toen het gesprek over en zei, ja, we hebben een hond. En Sander, die is er wel allergisch voor. Dat hebben we ook getest. Maar het is niet zo erg dat Sander het huis uit moet. Dit geeft een beetje aan dat je allergische klachten, hè, want het bleek dus inderdaad zo te zijn dat de oorklachten op basis van een allergie waren. Dit geeft dus aan dat je op je eigen manier met allergische klachten kunt omgaan en dat het ook een wisselende impact op iemands leven kan hebben als je allergisch bent. Nou, in de loop van het praatje zal ik u aan de hand van enkele patiënten laten zien wat het met iemand doet, hè, en wat wij eraan kunnen doen om zeg maar de kwaliteit van leven, want daar praten we toch wel over, om die te verbeteren. Soms is het niet heel erg duidelijk hoe zeg maar een allergie zich kan ontwikkelen en hoe ze zich kan presenteren, maar soms ook wel. Deze heer die had last bij het eten van garnalen. Een kwartier nadat hij gegeten had, kreeg hij een last van een verstopte neus en een loopneus. En nog wat later bleek dat zijn hele gezicht opgezet raakte en dat hij benauwd werd enzovoort. Nou, wij zouden zeggen garnalenallergie, maar sinds we met Paul Brandt hebben gesproken weten we dat we eerst een dubbel blind geprovoceerde onderzoek moeten doen om dat zeker te weten. Nou, ik wil u zelf ook een beetje aan het denken zetten over allergie en daar heb ik u hulp bij nodig en dat wil ik graag doen aan de hand van stellingen. Ik heb een aantal stellingen voor u en ik wil graag weten wat u daarvan vindt. En ik wou dat eigenlijk zo doen, dat het zijn 5 stellingen en degene die het met die stelling eens is, staat op en degene die denkt, klopt niks van, blijft zitten. Stelling 1. Allergie voor sigarettenrook is een van de meest voorkomende allergenen. Wie is het daarmee eens?
Nou, dat laat zien dat het een erg slechte stelling is. Dan gaan we direct door naar stelling 2. Alleen de klacht van een verstopte neus kan een allergie zijn. Wie is het daarmee eens? Als er één is, volgen er altijd meer, maar het is toch een knappe minderheid. Dank u. We gaan over naar stelling 3. Ongeveer 1 op de 5 mensen in de bevolking heeft last van allergische rhinitis, oftewel allergische neusklachten. Wie denkt dat dit waar is? Kijk, dan komt Zwolle in beweging. Heel goed, heel goed. Stelling 4. Dat is ook nogal eens, zeg maar, een idee van, ja, we hebben een kat en we zijn er waarschijnlijk allergisch voor, maar het zijn zulke lieve beestjes en ze haren, maar dat is niet erg en we willen graag een kat. Kun je dan een naaktkat nemen als je een bewezen allergie voor katten hebt? Wie denkt dat dat kan en dat je dan geen last van allergie hebt? Ah, heel goed. We gaan naar de volgende stelling. Hooikoorts is een goede term voor mensen met een pollenovergevoeligheid. Wie is het mee eens? Oké. Dank u wel. Waar ik het eerst even met u over wil hebben is, hoe kan allergie zich presenteren? De zeg maar meest karakteristieke pose van een allergiepatiënt die last heeft van zijn neus is iemand die kriebelt aan zijn neus, die niest, rode ogen, jeuk, hoesten, al dit soort dingen. En dat zien we ook vaak. En dit is een reactie op basis van een stofje die vrijkomt, histamine. Daar heb ik het zo meteen nog even met u over. Als we niezen, heeft iemand er ooit wel eens bij stilgestaan wat er gebeurt als we niezen? Als we niezen, ontstaat er een wolk van meer dan 100.000 druppeltjes die uit de neus geblazen wordt met de snelheid van over de 150 km per uur. Elk van die druppeltjes kan een virus of een bacterie of zoiets bevatten. Dus die zijn niet alleen klachten voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Tegenwoordig maken wij het onderscheid in de allergische neusklachten tussen de runners en de blokkers. Nou, wat wil dat zeggen? Een van de stellingen. Een blokker is iemand die een allergische rhinitis heeft met eigenlijk alleen maar de klacht van een verstopte neus. Dat kan dus. Alleen maar verstopte neus. Dat zijn vaak de mensen die last hebben van een allergie die het hele jaar duurt en waar de ontstekingsreactie op de voorgrond staat. De runners, hè, dat zijn de mensen die last hebben van een loopneus, niezen en jeuk. En dat zijn de mensen die zeg maar de klachten hebben op basis van de acute reactie, hè, binnen een half uur. Bijvoorbeeld na blootstelling aan een kat of bijvoorbeeld na blootstelling aan pollen. En deze mensen hebben baat bij andere medicijnen dan de mensen die de blokkers hebben. De anamnese, zoals wij dat noemen, het verhaal blijft het allerbelangrijkste bij het detecteren of er sprake zou kunnen zijn van een allergie. Er zijn ook andere kleine dingetjes die je op het spoor zou kunnen zetten. Bijvoorbeeld, als we een kindje zien in de zomer en die komt met klachten van de bovenste luchtweg, zo noemen we dat, neus, keel, oren, dan kun je heel soms zien dat er een kleine groeve op de neus zit. En dat zie je het beste zeg maar, bij zonnig weer. Dan tekent zich een hele kleine witte groeve af. En dat komt omdat deze kindertjes vaak last hebben van de neus. Die zitten zo. Misschien heeft u dat wel eens gezien. Dat heet de allergische groef. En dit heet de allergische groet. Dat kan je dus op het spoor zetten van, goh, zou er misschien allergie kunnen zijn in dit geval. Iets anders wat zou kunnen, is dat je soms van die kleine plooitjes ziet bij de ogen. Dat zien we ook bij atopische kindertjes. Nieuw woord, atopisch betekent met de aanleg voor een overgevoeligheid. Dit soort kindertjes kunnen ook een allergie hebben of ontwikkelen. Past bij zeg maar, allergische kinderen.
We gaan het hebben over de neus. Dus ik kom er niet onderuit om u een beetje wat van de neus te gaan vertellen. En dat doe ik aan de hand van een tekening. Bij deze tekening ziet u aan de linkerkant een doorsnede van het gezicht. De ogen, mond. En dit is zeg maar het neus-neusbijholte complex. Deze witte ruimtes zijn de bijholtes. We hebben hier voorhoofdsholte. Dit noemen we de kaakholtes. En dit noemen we de zevenbeenderen. Allemaal luchthoudend in de normale situatie. En men heeft wel eens gevraagd van ja, waarom zijn die holtes daar? Wat doen ze? We weten het niet. Sommige mensen zeggen van ja, als dat allemaal bot zou zijn, dan zou je de hele tijd zo voorover lopen omdat het te zwaar is. Ik weet niet of dat zo is. In ieder geval, het wordt ook wel eens gezegd dat het een klankkastfunctie is, maar we weten het eigenlijk niet. In de neus zie je het neustussenschot. Dat zit hier. Dat is een recht neustussenschot, althans zo hoort dat te zijn. Je kunt je voorstellen dat als dat neustussenschot scheef staat, dat dan neusluchtpassageklachten kan geven. En daar kunnen we soms wat aan doen. Belangrijk voor de allergie zijn deze structuren. Dat zijn neusschelpen. Die neusschelpen zitten in de neus. Als je zeg maar de neusvleugel zou optillen, dan zou je ze kunnen zien. En die neusschelpen zijn zwellichamen. Die zwellichamen kunnen opzwellen en ontzwellen. En wat wel aardig is, is dat alle dames wisten al dat ze een cyclus hadden. Maar wij heren hebben dat ook. We hebben namelijk de neuscyclus. Deze neusschelpen, die gaan namelijk in 24 uur gaan ze beurtelings opzwellen en ontzwellen. En dat gebeurt cyclisch. Dus dat is eigenlijk om het neusgat een beetje rust te geven. En het andere neusgat kan dan aan het werk. Want wat gebeurt er met die neusschelpen? Deze neusschelpen zorgen ervoor dat de ingeademde lucht wordt bevochtigd, verwarmd en dat de schadelijke deeltjes worden weggevangen. Nou, bij de allergische reactie is dat eigenlijk ontspoord. Want wat we hier zien is een foto van een allergische neus. Dit is het neustussenschot. We kijken hier dus in het linker neusgat. Dit is de zijwand van de neus. En hier zien we zo'n zijschotje. Dus dit zijschotje is de onderste, dat is die. En hier, hogerop, zien we het middelste zijschotje. Dat is die. Kan misschien het licht ietsje dimmen? Goed dat u het even zegt. Wordt het zo beter? Het lampje. Kunt u dit zien? Nu wel, net niet. Gaan we nog even overnieuw. Dit is het neustussenschot. En dit is het zijschotje, het onderste zijschotje in het linker neusgat. En dit hier, als u goed kijkt, ik weet niet of dat achterin ook te zien is, is de middelste neusschelp. Nou, normaal gesproken moet het aspect van deze slijmvliezen, want dat zijn het, moet zeg maar een beetje rozig zijn. Roze, een beetje vleeskleurig. Als het rood is, dan is het vaak ontstoken. En als het allergisch is, waarbij de klachten niezen, loopneus en jeuk zijn, de runners, dan is het een beetje blekig en een beetje blauwig. En als we goed kijken, dan zien we hier ook met name een beetje verhoogde slijmproductie. Dit zie je normaal niet. Normaal zie je in de neus geen slijm. Want het slijm wat er gevormd wordt, wat is om de neusslijmvliezen wat vochtig te houden, die wordt naar achter afgewerkt. Dus het slijm komt in je keel en wordt via je keel en je maag uitgescheiden. Dit is dus iets wat niet hoort. Dit is allergisch slijmvlies.